verleiding van voor de scribent van dit dicté is erg groot om het artificiële intelligentieprogramma ChatGPT, spreek ik dat goed uit? Vandaag vindt het Han Juridisch Dicté plaats, de 10e editie. Voor mij als academiedirecteur de eerste keer dat ik het mee mag maken. Maar uit de verhalen weet ik dat het altijd een heel groot succes is. Dus dat hopen we voor vandaag ook weer. De bedoeling is dat de studenten daar laten zien dat hun taalvaardigheid in orde is. Ik ga vandaag een dicté voorlezen voor de studenten en andere genodigden. En het is belangrijk dat de studenten de Nederlandse taal goed beheersen. Want voor deze toekomstige juristen is taal erg belangrijk. Nou, bij de opleiding HBO Rechten is taal ontzettend belangrijk. Dus de jurist gaat communiceren via taal. Gaat ook uitleggen, hè, bijvoorbeeld bij het juridisch loket of bij een gemeente, aan de burgers, wat een nieuwe verordening of maatregel zal zijn. Wat dit dicté heel bijzonder maakt, is het feit dat het de traditie overleefd heeft. Het nationaal dicté dat is afgeschaft. Het Nijmegens dicté is een stille dood gestorven. Maar het Han-juridisch dicté, dat is een van de tradities die we nog steeds in stand houden. En dat dit dicté nog bestaat, is belangrijk. Niet alleen voor juristen, maar voor iedereen. Want nog niet iedereen beheerst de taal voldoende. Ja, die taal is ontzettend belangrijk. Het is het gereedschap van een jurist. En ik ben zelf docent bij HBO Rechten, docent Nederlands. En ja, wij zien eigenlijk ook al dat sommige studenten met een bepaalde achterstand binnenkomen. Dus wij gaan werken aan taalvaardigheid, tekstbegrip, spelling, grammatica. En daarnaast gaan we argumenteren. Maar we werken ook samen met de jurist. Voor iedere deelnemer wordt er €2,50 gedoneerd aan de voedselbank. Ook dit vindt de Han heel belangrijk. Als Academie Rechten gaan we in ieder geval het bedrag wat we ophalen met een groot bedrag vermeerderen. Omdat we het ontzettend belangrijk vinden dat we met z'n allen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke noden. En het is natuurlijk ontzettend verdrietig om te constateren dat in een welvarend land als Nederland steeds meer mensen afhankelijk zijn van de voedselbank. Wie ben ik dat ik dit mag doen?